Rotterdam vormde een sleutelpositie tijdens de meidagen. Om de stad werd 5 dagen lang zeer hard en fel gevochten. Het eindigde natuurlijk met het bombardement en het bombardement leidde weer de capitulatie in van Nederland. Veel foto's tonen de resultaten van het bombardement, de puinhopen. Wat je eigenlijk nooit ziet, is een foto van het bombardement zelf. Deze foto, genomen door een Duitse soldaat in een pand aan de Maaskade, laat dat wel zien. Het is een unieke foto waarbij je de brokstukken van het bombardement in de Maas ziet plonzen. De bovenste foto is zijn positie van waaruit hij fotografeerde. Hij zette dan ook zijn kameraden daarmee op de foto.